alles wat hier gemaakt wordt, wordt met publiek geld betaald. En is dus eigenlijk van iedereen. Ik hoop dat de hele gedachtegoed van open eigenlijk, dat dat mainstream wordt. Hè? Dat dat eigenlijk in het DNA van het onderwijs zit om dat op die manier op te pakken. Maar ook misschien van mensen in het werkveld, zodat hè, er gewoon gedeeld kan worden. Je ziet steeds meer dat materialen niet alleen door het onderwijs gemaakt worden, maar samen met het werkveld. Er wordt steeds meer een soort co-creatie, werk in communities. En dat werkt dan twee kanten op. Want juist door uitwisselen bestuif je elkaar en maak je zowel het onderwijs beter als het werkveld.